Ik zit al 1,5 jaar in de Switch met andere meisjes die probleemsituaties hebben thuis en zo. En dan word je hier geplaatst. Ik zit hier omdat ik een heel moeilijke thuissituatie heb gehad. En door de dingen die er thuis gebeurden, ging ik ook weglopen van huis. Stel dat de Switch er niet zou zijn, dan zou ik nu nog altijd wel op het verkeerde pad zitten. Dus ik denk de structuur van hier, zo laten opstaan, dan naar school, dan thuiskomen. De structuur heeft me wel redelijk veel geholpen om terug normaal in het leven te gaan, zal ik het zo zeggen. Dat zijn echt een familie van mij. Dat is zo... Ja, ik weet dat niet. Het zijn precies allemaal zussen voor mij zo. Of allemaal broers, snap je? Mijn werkpunten zijn attitude. Omgaan met mensen en zo. Ik ben er een beetje slecht in. En mensen die hoger staan dan mij, ik kan daar echt niet tegen. Ik kan daar echt niet tegen. Ik vertrouw niet snel mensen, dus... Gewoon als ik hier moeilijk heb of zo, ik kan altijd met een begeleiding gaan praten. Maakt niet uit wie hier op dienst staat. Ik kan altijd zeggen van... Jij, wilt je met mij komen praten? En dan maak je die wel meestal tijd voor mij als dat gaat. Ik studeer nu voedingverzorging. Dus ik wil eigenlijk ook in een instelling gaan werken. Maar voor jongere kinderen, om hun te helpen. Omdat ik weet hoe hun zich voelen, snap je? Wij kunnen daar moeilijk iets aan doen dat ons leven zo is gelopen. Oké, wij konden een aantal dingen veranderen, maar niet alles kon je veranderen. Je kunt daar niks aan doen dat je niet perfect bent. Hè? Niemand is perfect. De dingen die gebeurd zijn, zijn gebeurd. En dat heeft mij gevormd tot hoe ik ben. En daar ben ik wel trots op.